Dus ga ik lekker van genieten. En dan ga ik zo meteen wat dingen. Super tof dat jullie kijken naar Groenio Vlog. Mijn naam is Sander Pad. Het is eigenlijk voor mij nu 1:10. En ik zit nu te kijken naar de tomaten. Maar wat gaan die goed, zeg. De knijters. Het ziet er echt heel mooi en goed uit. En ik ben benieuwd, hoe was jullie weekend? Mijn weekend was top. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het was top weekend en ik heb van genoten. Ik heb wel even... donderdag heb ik een zonnescherm naar beneden gedaan. En daarna vrijdag omhoog gedaan. Want het was ongelooflijk super warm weer. Het is vandaag... voor mij nu zondag natuurlijk. En voor jullie nu dinsdag, als ik goed heb. Misschien dat deze vlog niet lang zou zijn. En ik had video gemaakt natuurlijk. Voor die op zondag online ging. Dat ik over... ik zou over hebben over weerbaarheidstraining. En toen heb ik een reactie gehad van ja, zou ik het doen. Zo kan je mensen helpen. Dat is maar ook mijn bedoeling. Insteekt voor alle mensen die juist weerbereiding nodig hebben. Het is simpel. Klinkt simpel. Eigenlijk klinkt het simpel. Maar het is eenvoudig. Best wel lastig om bij te houden. Hoe kan ik het bij je zeggen? Is dat blijf doorzetten is moeilijker dan... moeilijker te doen. En ik zie nou eigenlijk te denken. Dat is wel een lekker idee om dat van dadelijk te doen. Ik zat ineens te denken. Laten we even een keer weer een milkshake maken. Aardbei milkshake. Als het goed is, heb ik nog aardbei. Kijk eens hoe het allemaal hier uitziet. Het ziet allemaal goed uit zo te zien. Dus gaan we er even gebruik van maken. Nou ja. Kan jij zitten ook hier zo. Maar ja, het is vandaag natuurlijk zondag. Voor jullie natuurlijk... dinsdag en ik dacht, laat me even een keer vloggen, dus een paar aparte video's en nou een keer vloggen oppakken, dus laten we dat ook gelijk doen. Dus dan ga ik nu maar even dadelijk een shakeje maken en laat ik ook aan jullie zien. Al is het bijna 10:00, dus gaan we even nu milkshake maken, laten we dat doen. Shakey heb ik lekker gemaakt. Aardbeien-shakey. Oh, ah ja, milkshake kan je eigenlijk zeggen. Wat ik heel vaak al een keer zei. Dat het milkshake is. Dus ga ik lekker van genieten. En dan ga ik zo meteen wat dingen tegen jullie vertellen. Over weerbaarheidstraining. Dus blijf je nog wel kijken. Ga ik eerst lekker van de milkshake genieten. Zo, en ik ga dan een verhaal vertellen over mijn weerbaarheidstraining. De makkelijkste punt is gewoon... zorg ervoor waar je blij van wordt. Ga op je gevoel als. En dat vind ik nog wel soms af en toe nog moeilijk. Om aan te geven, dit vind ik leuk en dit vind ik niet leuk. Waarom? Ik weet niet. Er zit toch nog iets vast. Van dat houdt tegen, Sander. Dat hem eigenlijk een beetje tegenhoudt. Van nog dat, voor mensen die nog weten... dat ik dan bang ben dat mensen boos worden ofzo. En dat heb ik nog steeds. Maar dan heb ik wel minder. Maar alsnog heb ik het. Soms ligt eraan wat het is eigenlijk. Maar alsnog blijf ik in die denken. Van wat is de reactie? Ik weet niet hoe het komt. Ik denk dat het wel een beetje te maken heeft. Misschien... door mijn vroegere gepestheid. Want ik ben vroeger gepest natuurlijk. Voor mensen die het niet weten. En ik ben toen gepest. En er zit nog vast. En dan kan je zeggen dat het litteken van mij is geworden. Wat het litteken van mij is geworden is... dat een persoon op mijn school...
en dat vergeet ik never, never nooit meer. Dat is gezegd. Sanne, je bent zo lelijk. Ik zei je kopperen. Zo lelijk. KK kop. Ziektescheldwoord. Dat ik je kop eraf wil trekken. En ik vergeet dat nooit. Nooit en nooit meer. En dan kan je mensen wel zeggen. Sanne, dat is een verleden tijd. Maar mensen je beseft niet dat in je nestvlies blijft zitten. Voor heel je leven. Je moet eens zien dat eigenlijk, klinkt raar, dat eigenlijk snee in je lichaam is gesneden. Maar je probeert te hechten. Maar het gaat wel gehecht worden, maar als een litteken. En dat zou denk ik, gaat nooit denk uit je lichaam. En dat is misschien de reden dat ik dat niet meer durf. Want ik heb toen die tijd heb ik voor me af zitten bijten en blijf gewoon in je netvlies zitten. En misschien is dat het punt dat ik niet meer durf mijn mening te geven. Dat ik bang ben van qua reactie. Dat vast heb gezeten. Ik weet niet. Tenminste, dat vermoed ik zelf dat het reden van is. En dan is dat best wel moeilijk om dan los te laten. En ik ga dat echt nooit meer vergeten. Die dag van gisteren. Ik zie nog steeds die persoon voor me staan. En ik weet, ik heb nog een gezicht voor me staan. Ik weet nog de naam van die persoon. En ik weet nog dat ik ooit een keer tegengekomen is bij Monniksveen. En ik schrok me de pletter eigenlijk toen ik hem tegenkwam. Daar zei hij gewoon dag dat van niks, dat er helemaal niks gebeurd was. Helemaal niks. En denk je van, dat dacht ik van, hoe kan je zo eigenlijk normaal tegen me praten, maar je weet wat je gezegd hebt? Tenminste, zou hij weten nog wat hij tegen me gezegd heeft? Dat vraag me eigenlijk wel af. Maar kan ik nooit achterkomen. Maar ik denk dat dat het punt is dat ik juist weerbaarheid moet trainen. En voor mensen die niet weten, ik ga nog steeds weerbaarheidstraining volgen. En ik heb een reactie erover gehad, ik ga over weerbaarheidstraining hebben. Ik ga mijn best doen om een mogelijkheid om te vloggen. Ik ga dan, maar dat gaat eigenlijk bij mij op deze doelgroep, de organisatie, onzorginstelling, die gaat hier voor me werken. En er zijn waarschijnlijk meerdere, dus ik moet even puzzelen hoe ik dat ga doen. Maar het komt helemaal goed. Ik ga er even kijken hoe ik dat aan ga pakken. En misschien weet, ga ik erover vloggen. En als ik daar niet kan vloggen, dan ga ik jullie beloven kan ik niet. Kan je wel misschien vertellen wat er gebeurd is. Hoe ik training heb gehad. Dus blijf in ieder geval mijn YouTube kanaal dan in de gaten houden. Wil je weten hoe het gaat. Misschien voor mensen die het moeilijk vinden ook voor zichzelf op te komen. Of wat ik ook wel benieuwd naar ben. Heb jij lichtverstandperking? Maar heb jij dan moeite mee? Voor al heb je lichtverstandperking. Wat heb jij moeite mee? Of heb je LVB om te leren? Ik ben wel benieuwd naar. Heb je moeite met leren moeite met koken? Of leren met geld om te gaan? Of ook als mij voor jezelf op te komen. Dus laat even weten in de reactie. En probeer ik jullie mee te helpen. Want als ik ben zo diepe. Ik hou van mensen helpen. Dat sowieso. En wat ik wel heb geleerd, eigenlijk, dat is de enige weerbaarheidstraining wat ik heb geleerd. Dat kan ik aan jullie ook meegeven. Ga nooit geld uitlenen. Dat is wel één. En dat was mijn hele foute leerles voor mensen die het programma niet hebben gezien. Dat ik juist geld heb gegeven. En daar heb ik best behoorlijk van geleerd. Hoe heb ik dat dan geleerd? Doordat ik juist weer bewindvoerder heb bijgekregen. Dat is de reden dat ik ervan geleerd heb. Dus eigenlijk de hulp van mijn moeder. Maar daar ben ik tot telkens meer, probeer ik nog meer telkens rekening te houden. Dus meer eigenlijk ook door het programma ben ik eigenlijk meer gaan kijken naar mijn geld meer te kijken. Nog meer. Dus dat heb ik ook nog impact gekregen. Ook door aflevering van me.
En nu ga ik dan even zo meteen op klaarmaken. Lekker mijn andere dingen te doen. Maar ja, laat me even weten in de reactie. Waar je kan betekenen voor jullie. En dat vind ik belangrijk. Dat jullie ook gewoon... jezelf, dat jullie ook geholpen kunnen worden. Al kan het niet door, misschien door vee, maar dat ik juist jullie kan meehelpen. En dat vind ik het belangrijkste, dat ik jullie kan helpen in ieder geval. En zo'n type ben ik. Al is het niet live, kan het toch ook via YouTube natuurlijk. En dat is heel het om een fout. Want ik zag pas geleden een berichtje op Facebook en dan dacht ik van, oh my shit. Ik kreeg pas geleden een berichtje op Facebook. Misschien kan ik er even bij halen. En dacht ik echt van balen hiervan. Balen. Want ik kreeg een bericht op Facebook. Dat zei ik net ook al. Toen kreeg ik een bericht van iemand. Ik ga voor zekerheid geen namen noemen. Maar ik heb toen een bericht gestuurd. Kreeg ik. Hoi Sanne. Allereerst zul ik mij even voorstellen. En doen wij. En de namen. En doen voor scholen onderzoek naar digitale mensen die zijn die te maken hebben met lichtverstandsbeperking. Nu zag ik bij dat jij een YouTube kanaal hebt geplaatst, kanaal hebt waarop je veel plaatst dat je gebruik van Facebook, Instagram. Wij zijn vooral heel erg benieuwd hoe jij hier gebruik van maakt. Wij zouden het leuk vinden om hier met jou over te praten. En jou zou ons erg helpen bij ons onderzoek. Als jou dit ook leuk lijkt, kunnen wij online afspraak maken. Bijvoorbeeld met Skype. Met vriendelijke groetjes, de personen. Toen heb ik beantwoord dat ze contact moeten maken met een contactpersoon. Dat is van het tv-programma. Toen heb ik bericht terug gehad van Hoysan, heel erg bedankt voor je reactie. Maar helaas hebben wij ons onderzoek al afgerond. Toen dacht ik al, nee. Maar het kan gebeuren. Ik baalde wel van. Maar ja, toen zag ik toevallig voorbij komen en dacht, nee, jammer. Nou, volgende keer beter. Dus, en we gaan het zien. Ik hoop dat ze volgende keer, als ik iets is... Als jullie contact willen maken, kun je ook via het makkelijkste via mail hier beneden in de beschrijving. Dus weten jullie dat ook. Want die hou ik echt volop in de gaten. Facebook minder. Want daar zie ik niet zoveel op namelijk. Want ik heb, voor mensen die weten, ik heb 3 Facebooken. 1 privé, 1 voor YouTube, eentje half privé. Dus dan weten jullie dat ook. Maar sowieso voor YouTube kun jullie maar toevoegen. Wat is mijn YouTube voor een Facebook pagina? Wat is dan mijn YouTube? Facebook Facebook. Dan daarvan is dagen voor padje. Staat ook beneden in beschrijving. Kunnen jullie maar daar volgen. En ook pagina heet ook dagen voor padje. Je weet zelf. Volg die ook even anders. En kun je gewoon op alles achterhalen hoe en wat. En dan ga ik nu ook klaarmaken om lekker te slapen. Ik heb de ene gordijn al dicht gedaan. En dan ga ik die andere doen. En dan ga ik lekker mijn bedje opzoeken. Dus. Ik hoop dat jullie deze vlog, al is het misschien kort, leuk hebben gevonden. Zo ja, vonden jullie deze vlog leuk? Doe zo en zo even blauw duimpje omhoog. Voordat ik even de gordijn dicht doe. Blauw duimpje omhoog. En ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zal het tof zijn als je beneden abonneert en een leuke reactie beneden achterlaat. En alvast je beneden ook abonneert en zeg ik alvast veel kijkers, een goede vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij, laters!